hebben weer lekker eens geshopt in Groningen. We hadden onszelf een middag vrijgegund en we dachten, gaan eens even kijken. En soms heb je zo'n bui, dan is alles leuk. Ja. En er hingen ook heel veel herfstcollecties, dus hoe warm het ook was, hebben we toch even wat gekocht. En het grappige was, we waren allebei nog in de stad geweest een paar dagen ervoor. En ja, we konden allebei niks vinden en soms dan ben je er op een keer, vlak daarna nog een keer, en opeens zie je het licht. Ja, opeens het heldere shoplicht. Dus ja. We gaan het laten zien. We begonnen bij MAC, ik pak ze even. Deze is voor jou. Dank je wel. Ja, paintpotjes, je hebt er eigenlijk nooit genoeg van. We hebben Painterly, we hebben Soft Ochre, we hebben Bear Study, we hebben Utterly Becoming, Soft Ochre Painterly, Let's Skate. Let's Skate. Ook nog. En nu hebben we ook Groundwork. En Perky. Groundwork is een hele mooie medium warm bruine kleur. Ik heb hem net bij deze ooglook in de tutorial gebruikt. En ja, wauw, hij is echt heel erg mooi. Ja. Mocht je trouwens de tutorial van deze look willen zien, je kunt hier beneden in de beschrijving het linkje opzoeken. Moet je even onthouden wat dat erin is. Ja, dat moet ik dan niet vergeten. Dus als ik het wel vergeten ben, sorry. Ja, dan een duimpje omhoog. En dan niet meer jou. Ik heb hier een andere paintpot, het is een soort zalmroze, heel bijzonder, maar hij is best wel mooi inderdaad. Op het oog lijkt hij iets minder roze en ideaal voor onder looks, bijvoorbeeld met Naked 3 of gewoon roze bruine oogschaduws. Ja, ook erg mooi. Hele leuke paintpotjes. Toen gingen we naar de Dolces, dacht ik. Ja, we gingen eerst naar de Dolces. En ik zocht eigenlijk al tijden slippers. Ik ben gewoon al de hele zomer aan het zoeken en ik kon het niet vinden. Ik wil gewoon iets bruins met een breed bandje over de voet en een lange over, zeg maar, dit deel van je voet. En ja, ik kon het niet vinden en opeens liep ik er tegenaan. Super goedkoop, 20 euro bij de Dolces. Ze waren afgeprijsd met een tientje. En ja, ik ben er heel happy de peppy mee, want ik heb ze eindelijk. Ik hoefde geen fancy pantsy sandaaltjes, gewoon even simpele dingetjes voor onder je schoen. Oh, ze hebben nog tenen sandaaltjes. Er zit ook een teentje in voor de stevigheid. Oh ja. Dus ja, ik ben hier echt super blij mee. En ik vind het net achter het net, want ik zoek al de hele zomer leuke sleehakken. En ik vind die van Willemijn heel leuk, die van Steve Madden, misschien ken je ze wel. En als ze van Madden Girl, dan hadden ze dus ook zoiets wat erop leek. Ja, maar het doet wel veel te breed. Ja. Maak er nooit last van, maar shit is dat, hè? Ja, en ik vond ook leuke slippers, je weet wel. Ik vond het eigenlijk eerst afgrijzelijke schoenen, maar ik had ze de laatste paar keer aan. Ik vind ze eigenlijk toch stiekem wel leuk, maar ik vind ze ook heel erg duur voor iets wat zo trendy is. Ja. En ik had leuke gevonden. Bleek niet dat ze in de 50% korting waren zoals ik dacht, maar bleek dat ze... Twee paar. Dus ik dacht, ja, dat is dan 80 euro. En toen heb ik gezegd... Oh, nou dat had ik even verkeerd geïnterpreteerd. Ik dacht dat het rond de 40 zou zijn. Dus nou, dan moet ik even over nadenken. Dus dat heb ik toch niet gedaan. Dat was echt jammer. Maar daarna gingen we volgens mij naar de Swarovski. Breinkorf. Ja, we hebben geen Swarovski, maar daar deed je wel wat bij Swarovski. Deed wel wat bij hebben ze haar counter. Ja, nou ja, ik heb laatst mijn luxe sieradenstage opgenomen. Ja, ik had net zo niet hoeven doen. Want misschien alleen de oorbellen die ik heb met kristallen hier en roze gouden ringetjes daar. Ja, dan hadden ze dus ook een hele leuke armband van. En toen dacht ik, ja, die moet ik dan wel kopen. Want ik vond hem zo leuk. En het leuke is eraan, ik zal het straks een close-up laten zien. Er zit een soort van vleeskleurig bandje omheen. En dat vond ik echt een hele vieze kleurig gat. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet mooi. Maar achteraf was die mooier dan ik dacht. Jij viel eigenlijk op het zwarte bandje ik dat erbij zat. Ik zat op het zwarte bandje. Totdat, ja, die zie je hier. Ik zal de close-up zien waarschijnlijk beter. Je ziet hem hier een beetje. Maar dat leek me een leuk bandje. Maar gratis kreeg je dus dat leverkleurige bandje erbij. En toen dacht ik, nou ja, oké. Maar toen had ik hem eenmaal om. En toen bleek dat het bandje eigenlijk best wel mooi bij mijn huiskleur stond. Dus, het kostte me 119 euro. Ze zijn wel wat duur. Maar ik vond het zo mooi. Twee bandjes. Ik heb, ik heb wel twee bandjes. En hele mooie rosé-achtige dingen die mooi bij de oorbellen passen. Ja, heel mooi. Ik vind het prachtig. Ik ben er heel erg blij mee met deze vondst. Bah, wat mooi. Bah, wat mooi. Bah, wat mooi. En toen gingen we naar de Sting. Ja, want ik moest eigenlijk nog een nieuw wit t-shirt hebben. Jullie kennen me. Ik heb vaak witte t-shirtjes. Maar ik weet niet hoe het bij jullie zit, mensen met witte t-shirts. Bij mij gaan ze hoogstens een jaar mee. Daarna zitten de vlekken in die je er niet meer uit krijgt. Gele oksels, dat soort verhalen. Dus ik moest weer een nieuwe stash hebben. En we hadden eerst over kleding met... Ja, eigenlijk vinden we wel van Nieuwjaar. Van Nieuwjaar echt een leuke winkel in Groningen. Ja. Dan hebben we eigenlijk helemaal niet meer met dat soort winkels. Nee. Maar toch even met kijken in de Zwaanstraat, dacht ik. Daar hadden ze zo'n soort winkel met Supertrash. Dat was ook wel heel erg leuk. En ik had wel jammer een heel leuk sportief shirt van Supertrash. Echt voor de herfst, maar een hele ronde hals. Dat staat me echt niet mooi. Het was een leuke winkel, maar het was allemaal net niet. Ook de Nikki collectie hingen van Nikki Plessen. Ook leuk, maar naar mijn smaak toch net even iets te veel zwart. Ja, dus we konden daar ook al niet vinden. Nee. En toen dachten we, gaan maar weer eens naar de oude vertrouwde Sting. Ja, nou en daar hebben we plotseling klas. Tegen een heel leuk bondje aan. En wij zouden Willemijn en Martine niet zijn. Als we niet allebei hetzelfde zouden kopen.
En hier zie je hem. Een lekker bolletje. Dus deze winter zijn we lekkere stelletje schapen. Want hij is echt ongelooflijk zacht. Zacht en warm. En ja, met mij zat een heel leuk idee om ook over een leren jasje te dragen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bij een broek of bij een jurkje aan. Ja. Dus, en daarom kochten we, want we dachten we hebben altijd ook een leuk... Onze kleine kast lijkt zo altijd heel elkaar. We hebben ook altijd een heel leuk bordeaux jurkje van voor nieuwjaar. En dat zei ik al tegen mij, oh leuk, als je die eroverheen doet, wordt hij net wat speelser. Dan heb je net wat warmer, zeg maar, want hij komt ongeveer tot over de kont. Ja. En aan de bovenkant kan hij dus alleen dicht, hier dicht, dat hij wijd uitloopt. Maar de kleur is ook heel leuk, ze hadden hem ook in het wit. Maar eigenlijk vonden wij de roze, wat is het, een beetje vies roze. Ja. Ja. Deze is en praktischer qua vies worden, maar ook dat andere was net iets te veel schaap. Net even, het lag er net iets te dik bovenop. En hou je er ook heel erg van, ze hebben ook bij de Sting een hele glad, is iets duurder, konijn. Ach, nou ja, niet echt natuurlijk, helemaal een beetje meer zo'n konijnvelletje. Zo'n nep konijnvelletje, die is ook erg leuk als je van wat chiquer houdt, denk ik. Maar ik had een neonkleurendraadje in. Dus verder, kleine. Hoe duur was deze trouwens? Was, 40 euro. 40 euro. Ja. Ik kocht er daar ook nog een spijkerbroek voor 40 euro. Ik ben dol een beetje tegenwoordig op die medium donkerblauwe spijkerbroeken. Niet te licht, niet te donker. En ik heb er zo eentje van Zara, die draag ik super veel. Dus toen dacht ik, nou, ik koop er nog even eentje bij. Dus leuk modelletje, skinny jeans. Erg leuk. Blij mee. En een goedkoop prijsje. En wat? Een goedkoop prijsje. Ja. Ja, jongens. Waarom niet? Nou, en wat ik ook nog kocht, is ook zo'n basic shirt. Dit is een beetje een, ik denk een peachkleurig, rozig shirt. Gewoon met lange mouwen. En die was €12,95 slechts, maar die schijnt echt door als een gek. Dus wij willen mee wat je daar moet doen. Die hebben hier allemaal dezelfde kleuren hemdjes bij de Sting. Ja, dat vind ik echt zo handig aan de Sting. Dus dat was echt heel erg handig. Toen zei ik, oh wat verrekt. Dus ik heb ook even maar hetzelfde kleur hemdje voor de onder gekocht. Want dat schijnt heel erg door. En die was maar €7,50. Dus nou ja, een paar basics. En ik kocht het crème witte t-shirt van de Sting. Want je kan eigenlijk bijna nooit ergens crème witte t-shirts kopen. Dat is heel moeilijk om te vinden. Ze zijn eigenlijk altijd wit-wit, zeg maar. Echt wit. En dat is voor mij niet helemaal de goede kleur. Ik heb liever een crème wit. Dus daarom ga ik ze altijd bij de Sting halen. Eentje met korte mouw, was €9,95. Eentje met lange mouw, die Martine net liet zien. En ook even een hemdje. Dus je hebt ze allemaal in elke variant, zeg maar. Ja, hemd, ja, t-shirt. Er was ook nog een hemd met een dikke rand. Ja, ja. En nog een, vind je ook nog kunnen nemen. Dus, ja. Maar ik heb wel 3 van de 4 items, ja, in het crème wit. Helaas. Ja, dat wil ik ook crème wit zien. En dat af en toe maar is. Ja. En dat altijd wit. En wat trouwens helemaal ook rot te vinden is, verdorie, is grauw-wit, wolwit. Echt voor coole types zoals ik. Want echt wit staat mij niet. Crème wit is voor mij te geel. En grauwig wit, dat kom ik echt nooit tegen. Behalve die shirt van de Vanille, ja. Ja. Je hebt het er ook gelijk gekocht. Wolwit heet het eigenlijk officieel. Maar goed. Nou, dit was het. We hebben nog wat gekregen, zou je vertellen. Ja, nou, vertel. Nou ja, eigenlijk was het jouw idee. Maar we kregen van Daniel Wellington, misschien wel bekend. Het is een vrij duur horlogemerk. Dat zie je ook terug bij jullie. Scandinavië, geloof ik. Scandinavië, dat weten we eigenlijk niet zeker. Dat dacht ik wel. Dachten we. Maar het zijn hele mooie, chique horloges. Ze hebben zowel hele grote klokjes als hele kleine. En wij kozen voor de kleine. En dan moesten we heel erg aan wennen. Ja, het is heel kakkie-kakkie. Maar het is wel voor fijne polsjes echt heel mooi. Wat een vies woord. Kakkie-kakkie. En ik heb de St. Andrews. Classy St. Andrews. En jij had... Classy Cardiff. Ja, Classy Cardiff. Ja. En het zijn dus de bandjes in verschillende kleuren. Je kunt de bandjes ook afhalen en losse bandjes apart kopen. En het klokje, het metalen, is rosé goud. Ja. Dus daar hebben we allebei eentje van op. Dus dat is erg mooi inderdaad. En ze hebben allemaal kleine mini kristalletjes. Echte Swarovski's. Echte Swarovski kristalletjes in het midden zitten inderdaad. Als soort voor de wijzers, zeg maar. Dus hij is erg leuk. En ik had eigenlijk een taupe besteld. Ik had niet verwacht dat hij zo donkerbruin zou zijn. Classy Cardiff lijkt een beetje taupe. Maar als je hem dus bestelt, hij is donkerbruin. En er is een code. Sun streepje live life. Dat zie je hieronder. Daarmee kun je tot en met 15%. Ja, je krijgt 50% korting op je bestelling. En meer informatie staat hier even in het balkje beneden. Dus mocht je ze leuk vinden, dan kun je hem bestellen met onze kortingscode. Mm-hmm. Is toch maar weer mooi 50% meegenomen. Is altijd mooi meegenomen, inderdaad. Jullie bedankt voor het kijken naar deze leuke shoplog. Een tijdje geleden trouwens, dat wij hadden opgenomen. Duimpje omhoog als je ervan genoten hebt. En tot de volgende keer. Doei!